Nee. Weet je hoe het gebied heet? Eifel. Eifel. Naar een heel klein plaatsje, Burgdorf. Burgdorf. En daar ligt het. Bij Koblenz. Rijshalen? Rijsvracht. Ja, nou ja. Ergens bij een ander mogelijk plaatsje. Ja. Ja, we gaan naar een camping. Mooi verschoon. Ja. We gaan het leven hebben met een watertje erbij en weet ik het allemaal veel. Ja. En dan twee manieren dat je hier rijdt. Ja. Dat is via de tent. Ja, op de grond ben je sneller. Dan gaan we daar een plaatsje zien waar we niet opzetten met z'n allen. Ik ben heel benieuwd hoe lang we daarover doen. Niet heel hard. Nee? Nou, echt niks voor. En met een campertje natuurlijk, hè? Ja, zeker. Waar we nu in zitten met z'n vieren. Hey, mannen. Zijn we er klaar voor? Jazeker. Hebben we er zin in? Kijk, gratis al. Gaan de vakantie goed beginnen, toch? Zeker. Ja. Maar nog geen alcohol, hè? Nee. Alcohol. Dus dat gaat goed komen. Het is nog een hoge bus, hè, want dan staat je op het dak te vol. Ja, hè? Dat denk ik ook. Komt goed. Ja, de spullen zitten er allemaal achterin. Heel veel tassen, rolstoelen. Maar het past. En we hebben er zin in. We gaan eerst even lunchen, want ik heb al best wel trek eigenlijk. Ja, nou, is niks nieuws. Niks nieuws. Dus ja, we gaan het zien. Dat we het overleven met z'n allen. Denk wel. Moet gek gaan. Ja. Ik denk de enige die ruzie gaat zoeken is Sam. Dat is heel dat je alleen in zijn tentje moet slapen en niet aan het drinken mag zitten. Het scheelt dat we Duitsers zijn, we staan Sam. Dus dan, als ze wel ruzie maken, dan horen ze toch niet. Dus, maar Sam gaat zeker zwemmen in ieder geval. Daar heb ik al beschoten. Ja, zo lopen jullie veel, maar hoe we dat doen. Oh, we zijn er nog niet. Jawel, hier. Noord-Rijn-Westfalen. En wie denk je dat er honger had? Ja, die vraag was niet zo heel moeilijk, hè? Nee, toch? Dat was zo te beantwoorden. Hij heet geen Sam en hij heet geen Bas. En hij heet ook geen Pet. Dus dan blijft er maar één over. Zij heet Evita. Die had een beetje honger. Die heeft altijd honger. Dus we zijn gestopt. We hebben er nu een goedje... Uur en drie kwartier op zitten. En nou staan wij natuurlijk bij onze favoriete McDonald's. Nou, pak je weer rond. Kunnen we. Kijken of we het kunnen. Hij gaat precies ook mee. Ja, jij hebt geluk. Ik stoot mijn hoofd er elke keer aan. Jongens, 4,5 uur over gedaan. En je zou er eigenlijk 2,5 uur over doen. Dus het was een lange rit. Nee, het was een heel mooi stuk. Ja, die tas die staat... Oh, moet ik hem even pakken? Ja, er stonden fijne wieltjes, hè?
Of ik bedoel fijne steentjes natuurlijk. Kom op, bijna, bijna. Waar zijn we? Weet ik niet. Oh. Ja. Vijfel. Zal ik het proberen? Ja, kan wel. Hij is al uit. Dat is goed, zo neer. Kan het wel. Ik ga gewoon zo neerzetten. Dat ook. Ja, als je daar recht staat. Ja? Ja, dat klopt. Dat is wat makkelijker. Op camping Zo'n Stillen Winkel, volgens mij heet dat het. Ik kan het hier zien, wacht. Wij zijn op camping Zo'n Stillen Winkel in Würder. En dat is een camping- en feriënpark. Nee? Ja, feriënpark. Ik ben benieuwd. Dus we staan eigenlijk een heel mooi plekje. Dit is volgens mij een nieuwe Sanita Air. Ja, volgens mij ook. Ja. Ik ben nog niet binnen geweest. Een mooi plekje. We staan redelijk dicht bij het water. Ja. Ja. Ik ga dan gewoon naar beneden. Waar heb je dat stuk is wel heel waar stijl. Heb je jouw vriendin gelaten? Die zegt Wow. Zullen we ons eigenlijk maar eens gaan aansluiten? Hè? Ja. Ja, dat is goed. Ik vind het wel jammer dat je deze niet kan inzoomen eigenlijk. Hoe zet hij een tent op? Leg je hem op zijn grond? Het is 8:50. Hallo! Jesus Christ! Heel nacht deur gedaan, jullie? Ja, zo te zien wel. Ja! Reurig schoppers, ik heb niet geslapen dan. Ik heb het idee dat ik heel een dag gereden heb. Ja, ik ook, sweet. Het zal maar 2,5 uur rijden zijn, maar we hebben nog altijd wel 5 over gedaan. Ja, dat kan ik weer editen. Maar een bedje staat. Mijn bedje staat. Even kussen erop. Kijk. Dekentje. En nog eentje. En mijn... Kun je erbij? Mijn slaapzak. Dan zijn we er klaar voor. Ja, nog niet. Het moet eerst even weer af, opdrogen, zeg maar. Ja. Want het is best wel warm, zo 29 graden. Het is nu 24. Ja, het is nu 24. Het is wel afgekoeld. Het begint iets af te voelen. Ja, we zitten tussen de bergen. Dus ja, dat is lekker. Ja. Nou, fijn. Dit was een hele grote slaapzak. Die moet ik even laten uitliggen, want anders heb ik er niks aan. Nee. Jij kunt slapen. Nou, ik heb het al op. Nou, het is wel een heel stuk lager ook, het bed. Het is een stuk, nou ja, op zich is hij net zo hoog nu. Alleen het instap is opstap is makkelijker, ja. Omdat je zak drukt gewoon helemaal in. Dus je drukt zo'n stuk naar beneden. En hij is wel een stuk lager, want ik kan er nou met mijn knietje niet onder. Nee. Wat wilde jij doen, jongen? Nee, het is al gelukt. Oh, is het al gelukt? Maar ik zat gewoon vol. Dat is het nadeel van dit tijntje. Ja. Je kunt daar niet in rollen. Nee. Dat kunnen die anderen wel, eigenlijk. Hè? Die anderen kunnen dat wel. Ja, maar ik moet gewoon straks eerst zelf erin en dan mijn rossen erin. Ja, dat zou ik wel doen. Zo doe ik het ook. Ja. Ik ga er achteruit in en dan trek ik mij eigen naar binnen. Waarvan dan? Vuur. Deze. Vuur. Brand. Ik geleid erbij. Hoeveel moeite hebben je ervoor gedaan, Petje? Ja. Ik? Ja. Ik helemaal niks. Moet ze eigenlijk even TikTok kijken? Ja, dan moet je even TikTok kijken. Maar je kunt ook eventueel terugzien op de video van op YouTube, hè? Ja. De video op YouTube. Maar op TikTok kun je het ook zien.
Wil, Sam die wilde via zijn tasje afbreken. Nou, dat gaat niet. Werkt niet. Nee, hè? Nee. Ik dacht ik haal die zaag eruit, maar die, dat deed niet. Nee, die had ik, daar heb ik benzine gedaan, maar dat was nog maar een drup. Ja, precies. Mensen weten nu echt niet waar het over gaat, hè? Ja, moesten ze TikTok kijken. Cliffhanger. Bas moest er van huilen. Die moest er van huilen, ja. Ja, en dat was niet omdat hij een splinter is nodig. Nee. Maar, ja, maar hij doet het wel. De zaak misschien niet op en in. Ja, hij viel best mee. Ja. Ik was blij dat ik een bescherming had voor de ogen, want ik zat er dichtbij, uiteindelijk. Maar ja, moet je even op TikTok kijken? Ja. Wheels for walking. Oh, nog een keer aan. Wheels for walking. Zal ik Uno pakken? Hey Sam. Goedemorgen. Goed geslapen? Nee. Nee? Mijn luchtbed is leeg. Is je luchtbed leeg? Ja. Nee, niet. Ik lig gewoon vol op de grond. Godverdomme. Het dopje niet goed opgedraaid. Huh? Het dopje niet goed opgedraaid. Ja, dat denk ik, maar ik dacht ik kan het vanmorgen niet gaan opblazen. Dat is heel lastig. Nou ja, goed. Ik heb wel goed geslapen. Huh? Ik heb wel goed geslapen. Goed zo, fijn. Ja, voor mij hè. Moet Sam ook weer overkomen. Moet ik maar een keer binnenkijken. Is gewoon leeg. Is er een bom opbeloofd of wat? Van mij. Dat valt nog redelijk mee. Oké. Okay. Maar ik zag mijn stoel op buiten staan. Dus ik denk, ja, ik dacht als hij nou heel hard leeg loopt, kan mijn stoel wel naar binnen zetten. Maar als hij nou echt heel hard leeg loopt, zit ik over 10 minuten toch buiten. Dus ik kan net zo stoel buiten. Maar is het niet lekker of wel? Weet niet. Nee, denk ik niet. Nou, dan gaan we vandaag opnieuw oppompen. Ja. We gaan vandaag opnieuw oppompen, zo in een uur of 10, 11. Ja, zoiets. En dan kijken of dat jaar blijft. Nee? Heb je die honden van nacht ook nog gehoord gisteravond eigenlijk? Die honden? Ik ben in slaap gevallen, ja. Ik heb niks meer gehoord. Oh, ik ben bij meteen in slaap gevallen. Ik heb toch zo lekker geslapen, jongens. Ja. Ja, wat dat betreft is mijn bed nu goed. Niet al te hoog, het lijkt wel, maar hij is 12 centimeter lager. Dus ja, ik heb geen luchtbed, hè, dat scheelt. Ik kan niet leeglopen. Ik had ook al wat beweging en geroezemoes gehoord volgens mij bij Bas en de Vita. Dus die zullen ook zo wel wakker zijn. Die wel mooi, hè, Sam. Ja. Midden in de bergen. Daar is de zon. Die kant schijnt die tegen de bergen top aan. En daar? Ik hoop wel dat we nog een beetje zon krijgen vandaag. Ik hoop het ook, want ik heb mijn handdoek daar hangen. Die moet drogen. Oh. Bas en Vita liggen daar. Ja, we hebben gisteren eigenlijk de camping niet echt laten zien, hè? Nee, eigenlijk niet, hè? Dus we gaan eens even kijken of dat ik daar een beetje kan fixen. Ik moet even alles meteen gaan doen eigenlijk. Ja, precies. Ja, het was ook al redelijk laat, hè? Ja. Dus, als je er bijna een dubbele tijd over doet. Ja, precies. Hotfiles, hè? Ja. En broodzalen. Ik vind het goed, bruggetje. Daar, zo, in de verte. En we daar hebben water. Ik was vanmorgen om te kijken of we daar overheen konden, maar daar konden we met de rots niet overheen. Nee, daar moeten we ook niet trappen. Ja. Ja, precies. Dat is goed, hè? Maar, ja. Strolling en strolling, hè? Ja, hè? Rolling en strolling. Dat is volgens mij ook een Instagram. Ik dacht, dit is een nieuwe naam van ons. Nee, volgens mij is dat ook een Instagram. Je doet ons volgen. Het voordeel is dat we niet hoeven te lopen helemaal om die broodjes te halen. We kunnen gewoon naartoe rijden. Dus, ze liggen wel met grote stenen, dus je moet wel een klein beetje kunnen rollen, zeg maar. Komt ja. Met een omweg. Met een omweg komt hier wel. Huh? Nou, dit is receptie. En daar. Hè? We gaan naar beneden van. Ja, precies. Maar het was er nog niet, hè? Nee, hè? Ja, het was er al wel, maar het was nog niet klaar. Het was er al wel. We
Ja. Moet dus een beetje afkoelen. Ik ben niet meer anders bang dat wij ons eigen verbranden, denk ik. Ja, denk toch. Ja, dat heb je wel gelijk. Ja. Ik weet zeker dat ik dat wel doe als ik de kans krijg. Ik had gisteren ook een houtje vast wat tot op het kampvuurtje lag. Ja. Wat er eigenlijk al redelijk heet was. Ja. Ik vind het wel een mooie camping, hoor. Ja, maar echt, wel echt typisch Duits, man. Ja, precies. Ah, het begint toch in één keer warm te worden, Sam. Gisteren hebben we het sanitair niet laten zien, dus zullen we even meteen zien, hè. Hier hebben we iets van een... kinderdagverblijf of zo. Ja, ik vond dat wel zijn. Ja, ik denk dat je een beetje... het is geen echte animatie, denk ik, maar wel dat je daar binnen kan zitten. Gaan we daar gewoon even kijken. Hè, misschien. Maar ik vraag me af, want animatie, ja, maar ik vind... voor kinderen, ik weet niet of ik... echt voor... ja, met kleine kinderen misschien. Ja, maar ja, goed, hier, dit, hier is niet heel veel, zeg maar. Nee, niet heel veel, ja. Maar je hebt een speeltuin, weet je, de kinderen die gaan toch voetballen. En, ja, dat is zeker. Ik weet niet of hier echt, het is niet echt een kindercamping. Nee, dat bedoelde ik. Maar, dus wat doen wij hier dan eigenlijk? Ja, toch? Ja. Maar daar hebben we een sanitair gebouw, dat is nieuw. Ik ben nou, dus ja. Yeah. Goed, dit zijn dit is het MIVA, hè? Hier is het MIVA. Waar staat MIVA? Ja, waar staat MIVA voor, vraagt Bas, hè? Dat is het mooiste, hè? Maar ik weet zeker dat de vraag ook al meer zou komen. MIVA staat voor? Waar staat hij voor? Minder valide. Minder valide. Oh, sorry. En jij hem ook helemaal schoon geboetst, of niet? Goedemorgen. Nou ja, dit is het MIVA hier. MIVA toilet, minder valide toilet. Heel netjes. Alles is los, dus het zal regelmatig vervangen worden. Het is knetternieuw. Ik heb vanmorgen gedoucht, dat kun je wel zien. Water is goed, water is lekker warm. Ja, ik heb er geen klachten over. Maar wat ik nou zo mooi vind hier... Weet je wat ik nou zo mooi vind? Je hebt hier die andere douches, de normale douches. Er zit ook een wc bij. Oh, sorry. Zat niemand op. Die zijn ook al weg. Maar die kun je ook gewoon in. Dus als je nog een beetje kan staan, of kan, weet ik veel, dan is het eigenlijk, ik ga de lamp aansteken, is eigenlijk wel super goed. Dus je kan hier gewoon naar de wc. Ik ben nu met de rolstoel binnen. Hier, oh, kijk nou, er zit gewoon een douche. Dat wist ik al. Maar elke wc, elke douche heeft gewoon een verwarming. Ja, het is echt wel super gemaakt. Ik zag dat wij daar net langs de water af was en dat hij daar een stukje doen en het was koud. En wij gingen een stukje zaten en werd ineens ziek warm. Het was echt net een beetje van de kracht. Echt? Echt? Ja, ik weet zeker, dat scheelde gewoon een graad of 4. Het kabbelende water. Het, de voorspellingen zijn dat het. De voorspellingen zijn dat het heel hard gaat regenen dadelijk. Hè? Ja. Dus we zijn hier. We gaan schuilen in feite al onder een tentje-achtig ding. Iets. Ja. Er staan tafels, dus dat is eigenlijk wel ideaal. Daar staat de bus, daar ginds, achter, daar. We'll be right back.
lekker. Oeh, dat is heet water ook, zeg maar. Je kunt het ook minder heet zetten. Is het nou minder heet? Ja, dat is prettenbak, hè. We hebben alleen geen handdoek meegenomen. Het regent toch, als was het toch weer nat geworden. Ja, we kunnen dat in de kamer wel laten zijn. Mijn bord? Nee, dat is de Sansen bord. Ja, maar kan niet. Oh ja, tuurlijk. Kan we niet eten. Ik zal het erbij weer. Oké. Okay. Sansen bord, hè? Ja. Ja. Kun je zien, hè? Kun je meteen zien. Maar goed gegeten. Ja. Ik ook. Lekker brood. Joehoe! Zeg je dat? Joehoe! Dat leek wel, hè? Deze? Ik moet wel afpassen. Deze? Is het warm? Nee. Ah, wel? Nee. Is het warm? Ja. Is het thee? Nee, nee, dat kan niet helpen. Nee, dat kan niet helpen. Ik vind het altijd fijn als je zo aan het afwassen bent en dat je dan de armen gewoon zo kunt laten rusten. Ja. Dus wat wel handig is, dat je hier met je... Ja, met knopplek. Oh. Oh no, oh no, 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 no. Oh no, 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 kijk, het komt met z'n rusten en al eronder. Waar gaan we naartoe, Pet? Linz am Rhein. Hier. Dat moet ook een heel mooi oud stadje zijn. Ja. Dat is de oude kern. Dus hier, heel fantastisch dus, weer. We gaan even kijken. Dus ja. Een beetje grauw. Hoop dat het vanmiddag een beetje opentrekt. Niet tussen toch of kan dat niet? 2 uur. Oh nee, dat is niet. Ja, wel misschien trouwens. Maar als we ergens koffie gaan drinken, dan moet je niet de toerist uithangen. Parkeren in Linz. Ja, maar ik heb niets aan mijn dingen. Heinevaart. Zeg het eens, jongen. Overdek de parkeerplaats, hè. Vrij. Hoe lang kun je daar parkeren? Maar even goed door, hè? Einfahrt. Einfahrt, ja. Wat is de deze? 2,82 euro. Wies 2,80. Ton, denk ik. Kunnen we hier neerrennen? Jot. Dan kunnen we misschien voor. Kom maar, Evita, wil je doen ze jouw pest op? Ik zou wel de andere kant op gaan, jongens. Dat lijkt tegen het verkeerde. Of hoe moeten we dan? Waar moeten we heen? Daar komt tegen het verkeerde. Daarin? Oh, ja, snel voor de... Ik weet niet waar de doen. Wacht even, dan gaan we eerst even kijken voordat we... Zigzaggen.
Nee, joh. Ja, moet weer een keer. Ooit moeten we weer een keer naar boven, jongens. Dat is wel echt mooi, hoor. Dit is echt een... Ver naar beneden. Ja. Hé, hey, magneetjes. Wat gaan we eten, jongens? Dat begint onze nu weer. Wij hebben een airfryer bij. En dat ding daar is gewoon... Van welk merk? Wat als je dat noemt, dan... En dat is van Cooking Life. Tefal, ja. Oh, dan moet je, dat mag niet, hè, want dat sluit. Ik ben van de week bij Cooking Live geweest. Ja, maar sponsor. Misschien worden we wel gesponsord als we dit dan in beeld brengen. Want dat is een sluiker gedaan, hè. En dat ruikt lekker. Daarom hebben we de deur dicht. Ja. En de afzakkap staat aan. Ja. Ja, precies. De afzakkap. En lekker frietjes en kip, kippenballen. Kipnuggetjes. Kipballen. Kipballen. Kipballen.